Vorige week belichten wij de situatie van de 76-jarige senioren burger, mevrouw Cornelia King, aan de Bijlhoutweg. Wij troffen een bouwvallig woning aan met een lekkend dak zonder plafond en het houten structuur aangevreten door houtluizen. Ze deed een verzoek aan 1 voor 12 de situatie te bekijken en de gemeenschap op te roepen haar te helpen om de woning leefbaar te maken. Wij brengen u de volgende update hierover. In de vorige uitzendingen belichten wij van 1 voor 12 de woonsituatie van de alleenstaande 76-jarige seniorenburger Oma Corrie. De hele woning is door houtluizen aangetast. De vliering van de woning is een broedplaats voor vleermuizen. Na de uitzending hebben verschillende reacties en steunbetuigingen ons bereikt. Eén daarvan is van de ondernemer van TPS Schoonmaakbedrijf. Kortom, het erf begint er stralend uit te zien. Na oriëntatie op het erf van Oma Corrie viel de zeer bouwvallige badruimte van Oma Corrie gelijk op bij Louis Vismalen. Nee, een senioren burger op de koop toe slecht ter been, ook niet omdat ze geen andere keuze heeft, zich op deze manier reinigen. In zo'n ruimte baat eigenlijk niemand. Laten we samen kijken. Vanaf een dinsdag, dat bedrijf van geen dame ja zo, is de ook toe. Abon kotik mopo natapa asan dape. Asan ko opas op tjoen zo Jimmy. Want mi ben denin wan bus busi. Echt wan bus busi in die bedrijf. En no die idee van vallet van toen. Ja, akring no, no ade akring mi breedie. Want van toen, doe ben kon, ben sja osa, van de verte. Ja, yes, you know. En mi tegu eerlijk. Fu fami shi asan na TV mi ai pur watra fu shi mi eji to stand fu smami no beshi mos bizef ai lo watra mi bede tani neri fu mi shi mi eji to stand mi ai lo watra mi be taki a watra be de in mi gorogoro ma dinis donja am fro charen konsori ai watra ku po in mi ai fu mi shi mi eji to stand mi no be wan shen so na TV mi no be wan shen so be shen fu ben sanen so ma mi no be ap trafasi moi ye primi ap fano do wan mi na masma mi a wa meisha ay ga nit fu om dat mus na ba trafasi bet des ma se dwan so sistem di ma on pi zani di mus ja dat na we kis wa om pi zani fu sma e mi ta ki be mek mu ti di mus ok tu an furu Waar mevrouw Waterberg uit Holland zit om een chaka chaka die moes. Oh? Ja, dat met mij ons aan die moes. Dankjewel. Mij om een beetje van jari nanden en ahana nanden. Dus daar, als ze moesten kiezen een beetje zijn. En het is naar 1 voor 12. Dankjewel. Dus hoop dat moes kan lolon zetten. Ja, mij kan draai loon toe kiezen. So, yeah. Alles maar die het die moes zijn. Me bedankt, dan ga groen voor mij ati. Mino manji dance ma atta alok tu dape atta alok tu dape me di grand tani alasma fu sami fen no na sami ofenete sami no so fen moro me di grand tani na alasma oma usita ka asan pak anja babat moet er nog gebeuren a meneer drape ospoiti jimi ospoiti de uduloso dos da sa o gebeur Dami ogwe nona vrouw Beryl also, want vrouw Beryl is bijna in Seja. Want if I oudroso is poeti da, moeder nam atanja. Dami ogwe futi de, dami ogwe drape gwe go bifakeer. Data maramante namika also baka. Mi no ben denken so era, ma mi breiti. Wan breiti de in mi. Mi sribi es de, mi sribi kfalak shwiti. Apresi krim chinso.
Wa apresi no betan so lek fa abende. Ma do din misref no man. Eni no a monifi i paisma. Met daye de ina abiji bus pusi. Ma mi breite tak fa alasma no e chawaye pikonji mi. We hebben ook van een donateur van ons, de heer Telting, een kleine financiële ondersteuning voor u, om misschien een en ander te doen. Dat is donateur Telting. Die ondersteunt 1 voor 12 geregeld, dus heeft ook wat over voor u, alstublieft. Ik bedank hem. En ik bedank iedereen die me tot nu toe geholpen heeft. Iedereen. Met de grond van mijn hart bedank ik iedereen. Hartelijk dank. Het is een welkome gast, een geschenk. Mino bewan gona 1 voor 12, maar abundi migo, want dan misi tak yepi de jimi. Anok ba ete, a yepi nok ba ete, maar yepi de jimi. En me bedank iedereen, na nga gronf mi ati. Mere Vismale, we staan op een plek waar oma baat. Ja. Dit is geen plek om te baden. Ik weet het, ik heb er geen woorden voor. Ik zie hier iets als een douche. Kijk, zelf, zelfgemaakte douche. Het is een douche gemaakt met een... Een blik. Een cup of hoe je het wil noemen. Maar ik zeg bij deze, ik doe een toezegging. Dat al zal het mijn laatste vermogen zijn, mijn laatste inkomen zijn. Ik word straks jarig, 25 juni. Ik heb al een toezegging gedaan voor tehuis en mijn woord is mijn woord. Ik heb de kinderen 2 tablets beloofd en we hebben samen met donateurs en organisatie van Travas D hebben wij het heel huis, heel tehuis al gerenoveerd. En ik wil misschien gebruik weer maken van dezelfde donateurs van Travas D. Kunnen we samen dit doen, een mooie bad en toilet voor deze mevrouw maken. Het is haar eigen huis, haar eigen perceel. Maar kom je gewoon echt aan, die vrouw is al echt op leeftijd. Ik bedoel, in deze tijd, nou, moet ik echt iets fout hebben. Kijk, 30 jaar terug, 40 jaar terug, dan zeg ik van, kan. Maar... Anno 2021 is dit geen plek om te wonen. No. Kom je pas vrouw, mee, ik poes mijn money alvast. Ik ga alvast starten, maar begin met afvloer. Komende week, ik begin starten met afvloer. Zit hier, haar en kom, ik heb mooi netjes. We gaan wat doen, please. Ik vraag niet, ik smeek jullie weten, 1 voor 12 is een bedelorganisatie. En een bedeltransparante organisatie. Ik wil jullie vragen, helpen jullie mij, helpen jullie doneren dat we dit doen. Ik wil dit binnen een paar weken voor deze mevrouw doen. Meneer Sabier, maar misschien een gromang. Kijk, kom binnen kijken hoe die vrouw baat. Dat vrouw ben ik aan de mijn ma. Mijn god, mijn kado. Please, ik heb geen woorden voor. Ik kies een rondleiding daarnet. Ja. Voor ik een moes en was hier. En dat moet je wel zien. Dat moet je wel zien. Ja, dat moet je wel zien. Ik weet niet dat ze. Mijn man is niet na. We taken, twee taken, zo moet taken na. Emmer. Ik ga naar Emmer. Wat is mijn grondje, moes? Af me. Oké. Hoe met moeite? We taken naar Gralanti. En als Gralanti de man doet niks, dan moet doen we een inzameling. Misschien dat ik de kijkers bij deze kan vragen, oproepen, smeken. Als we een inzameling kunnen houden om deze mevrouw te kunnen voorzien van een echt een goed professionele bad en toilet. Dit zijn dieren nou. Ja. Mijn naam leek je moest dieren. Dit zijn dieren, makkelijk. Maar wij van 1 voor 12 willen het op ons nemen om mami te voorzien van een bad en toilet. Maar op het moment dat money, laat je zien, we beginnen ook even zetten vloer dan gaan we eigen money. En dit is maar gewoon een jepoen, dat we klaar een bad toilet moest. We starten een bad toilet. Toch? We lukken een vrouw door. Toch? We komen manja in para, we mijn. Misschien dat we deze, bij deze willen we u ook vragen. Kijk hier te nemen, de Bijlhoutweg. Huisnummer 47. Deze, Joden, koffering wat aijja djono, lukken voor je kan je poenu. Toch?
quand les désirs qu'à sucre quand tout stone cementi sans manang à des massang quand l'angoir à nos genoux dans une photo à l'avant des carreaux qu'on est à bout pour y être mousse et if we l'angoir à nos genoux d'avoir clair à l'oco et groupe des idrin op la toi un ensemble houden voor deze mami, nou biggest ma sabe kan de mi ma yuma ko ye pa vrou disi me kwam bohol ak bat toilet as ik ni laat zien waar deze ma vrou bat ya mi ayelo wat ra mi nou atake moro mi estar komo de week fu ye mus mana word mooi ik zie op uw shirt staan TPS schoonmaakbedrijf ja. En u hebt het geval van oma gezien hier aan de Bijlootweg. Ja. En het heeft u aangegrepen? Ja, zeker. Ik heb gelijk met 1 voor 12 opgenomen. Van, ik kijk waarin ik in mijn schoen kan passen. Met deze mevrouw, met deze oma samen iets voor haar te doen. En ik ben hier gekomen, ik heb blij gezien. Ik was ook met de brushwater gekomen om de perceel van haar schoon te maken. Maar dankzij de Heer dat de perceel ook schoon is gemaakt. En ik heb binnen in het huis van die vrouw gezien. Het is niet mooi te zien, maar ik heb gedacht dat ik vandaag voor haar ga bespuiten. Die is heel huidluis. We gaan het vernietigen, die houtluizen. Ze gaat wel ergens hier in de buurt bij mevrouw slapen. En we gaan moeite doen om niet een heavy duty matras, maar wat we kunnen permitteren, zullen we een matras voor haar brengen, zodat ze iets lekker kan rusten. En we kijken verder. Onze bedrijf is klein, is niet een groot bedrijf hebben we, maar we proberen samen kunnen we TPS schoonmaakbedrijf bouwen. Kijk, ik heb het ook niet zo breed, begrijp ik? Ik heb het ook niet zo breed, maar ik probeer om wat te doen. Weet je wat het belangrijk is? Dingen moeten uit je hart komen. Begrijp je? Maar wie zal die betrangen? Masraga dode, asalanga wa anugi altijd TPS, en TPS salanga altijd wa anugi alasuma. U heeft de verandering kunnen waarnemen. U heeft gezien hoe blij oma Corrie eruit zag. Wij hebben een rondje genomen en zijn tot de ontdekking gekomen dat als wij zouden starten met het maken van een bad en toilet, dan zou het bijna zijn voor broeken weer broeken. Want de woning is helemaal onder houtluizen. Dus wat wij willen doen, wij willen voor deze bigisma, voor deze mevrouw, willen wij een fatsoenlijk woning neerzetten. Ik weet dat het duur is, ik weet dat we in een moeilijke tijd zitten, maar als we samen één vuist vormen, dan willen we er wel helpen. Ik wil sowieso mijn bijdrage doen, een kleine 5000 SRI wil ik alvast aan de kant zetten. We willen sowieso in de loop van de komende week starten om een vloer te maken en starten met een 1-kamerwoning. Alles is duur, vreselijk duur. Maar we willen deze oma niet zo laten. Als u ons ook helpt dat we samen een woning neerzetten voor deze mevrouw, dan denk ik dat ze de komende periode echt blij zal zijn. Het is niet te doen met deze woning. Nadat we met oma hebben gesproken, ben ik binnengegaan om een kijkje te nemen. Kijkt u maar zelf wat we daar zijn komen aantreffen. Bijen, vleermuizen. Ik moet u zeggen dat deze woning moeten we helemaal afschrijven. Ik wil niets erbij doen. We moeten gewoon iets nieuws naast waar de oude woning is, willen we iets neerzetten. Dat is een beetje, kom ik heb iets maar breed. Laten we er blij de komende periode laten genieten nog van de jaren dat ze nog mee kan. We vragen u hulp om samen in te zamelen om wat neer te zetten voor deze mevrouw. We kijken ernaar uit. Oma Corrie kreeg een goedgevulde levensmiddelenpakket van onze donateur, de heer Boer. Dat is de eigenaar van Café 5 Star in Nederland. Hij deed ook zijn toezegging oma Corrie elke week te ondersteunen met een pakket tot eind december. Het pakket werd aan haar bezorgd met een splinternieuwe kruiwagen. En de kruiwagen is door een anonieme donateur gekocht en het werd op bijzondere wijze aan oma Corrie overhandigd. Ik wil een verzoek Sami Abi. Ik wil een kruiwadje. Wie is nou een tweede hand kruiwadje die ik kan? Je hebt misschien 5 krim krim. Dus ik weet niet wat alleen kom in de maand doen.
mata weer hori daf mi kan kraba adoti da mi potena kruwa di dam trusi man is na nga tiki me waka mi bakano deso 100 moro fuk na paharuk. Mos mi reanga kruwaji moda ta foto. Ta foto mi moda nga kruwaji. Hey, sadati. Dos anakruwaji mchisi. Mi chiswa mamching. Mi chiswa mamching. Goedemorgen, mos. Goedemorgen. Hoi zo. Dis mi kis fu envy dam na lakas de ja so mos kas ri freis witi. Dank mi gudu. Ja, a de udo so cheer mi. A paket disi. I kisi fu meneer Bor la massa abi kafi 5 star an kafi 5 star an Nederland Amsterdam nang ama pon bana sak jana la tu tak mek mi chon paket di en ataki ala wiki mus e kisi wan goed gevulde paket lek di si te in december 5 en atori mi gado meneer abiji jimi abiji ta abiji ta abiji tanyi grand tanyi uit mi ati grand tani akure waji mota fu family musan oh thank you des mose bayem ki su sani emi mati pedi pastro waji na pri sa wa tu da han tu wa on that side look for dance ma e pura doti no len mi len wan kru chap chi wa traji na mi mat oh hos fu ha tak chawam on tri wa traji mos fu mos ka dringe situ wa tra thank you well hartelijk dank Hartelijk dank. Ati ait mopo. Ja. Ayepi disi, mi no ben verwachting. Echt waar, mi no ben verwachting. De woning van oma Corrie is niet meer te restaureren. Deze conclusie werd getrokken na deskundige inspectie. Oma Corrie moet een nieuwe woning. Voorzitter Vismalen heeft alvast een bouwtekening laten maken door bouwdeskundige de heer Lloyd Dalvoer. Voor een eenkamerwoning met bad en toilet. De kosten hiervan zijn ongeveer beraamd op 165.000 SRD. En daarvoor roept voorzitter Vismalle de gemeenschap in en buiten Suriname op om te doneren, zodat wij oma Corrie in een betere woning kunnen plaatsen. Ik heb een beetje man kon gijja zo. Amal is namens het teken alle osso juno zo. Ubo ti osso namens het Antwerp de osso. Amal taki mene Vismalle wou bijin kom mekon Antwerp. De ho luku zo kan doen je moes. Ja, meneer. Helemaal. Een mooi san is het. Omana Kori King. Omana Kori King. Mina Dalf. Ja. Omana Kori King. Ja. San u shitak bunji wang bigis malek mi. Ja. Mi beji upo jimi. Ma mi no wan wan floor di mi kring. Nee. Wan floor di mi kawaka gelijk. Omdat mi chindi no deso bu. Mi baka no deso bu moro. Dus san u wani u du jimi. Dat ook. Mene Dalfur. U bent de man die ervoor gezorgd heeft dat wij al een tekening hebben en nu gaan we aan de slag moeten gaan om geld te zoeken voor behouden. Helemaal, het is al ontworpen, we hebben het al helemaal berekend en nu gaan we naar die plaatselijke situatie en het komt zeker goed om. Moes, u kan bepalen, u kan starten naar onze jimus? Ja. Moes bij jou breder die toer, breder is dat 1 voor 12 breder. Dit is dat taro brood. Dit is taro brood, bruin brood. Ja, dankjewel. Probeer ik af en toe taro brood.